Hallo, welkom bij de Flemish Woodworker. In de week had ik mijn kolomboormachine nodig en dan heb ik eigenlijk ontdekt, iets wat ik al wist, dat ze veel te hoog stond. Ook om mijn snelheid van de boor en zo aan te passen, dat is allemaal een beetje lastig. Dus ik ga het een beetje lager zetten, ik ga er een karretje voor maken. Ik kan er ook ineens voor zorgen dat ik mijn van diktebankje daar mee kan inzetten. Zo is dat van onder ook verzwaard, zodat dat niet zou omvallen door het grote gewicht van mijn kolomboor. Met een standaard geleider kan ik maar tot 63 cm. En ik heb voor de bodem en voor de bovenplaat heb ik 65 cm op 40 nodig. Dus daarom heb ik even hier deze geleider bevestigd dat ik dat alsnog op 65 kan zagen. Dan heb ik vier van die platen. Die ga ik even samen lijmen en vijzen tot twee dikkere platen. En dan heb ik mijn boven- en mijn onderkant. Ik ga er niet op wachten tot die lijm droog is. Ik ga er gewoon een aantal vijzen in zetten. Nu kan ik mijn wielen bevestigen. Hè. Ik ga aan de ene kant zwinkwielen doen en aan de andere kant vaste wielen. Waarom vier zwinkwielen? Dan gaat hem te hard shaken eigenlijk. En dan is het ook veel moeilijker om hem eigenlijk effectief te sturen. Dat is iets dat heb ik al ondervonden op mijn zaagtafel. Dat kon ik trouwens later ook nog wel eens veranderen. Ik ga hier van onder ook een verstevigingslat oplijmen, zodat het allemaal uiteraard wat steviger wordt. Ik heb een dunne plaat gebruikt, die, en dan die dikke. Het kan zijn dat ik dat bij die dunne, dat ik dat rondom rond ga doen, dat ik heel dat plaatje weg ga verstevigen, maar dat ga ik een beetje afwachten. Maar hier ga ik sowieso aan beide platen een versteviging doen van onder. Ook wat meer vlees, zoals ze zeggen, om daarin te vijzen eigenlijk. Hè. Even laten drogen, ga ik dat gat uitzagen van dat dun plaatje. Nu ga ik gaatjes boren en dan kan ik die langs de onderkant vijzen. Hè.
dat was het dan. Deze is een snel projectje eigenlijk, echt. Dat moet niet veel inhouden. Het gemakkelijke eraan is, altijd direct een toegang tot mijn Van Dikte bankje. Door dat gat hierin eigenlijk, kan ik altijd gewoon, ik hoef dat er niet uit te trekken of zo. Dat blijft gewoon staan. Velen van jullie gaan het misschien al weten, ik ben voor een tweede keer papa geworden. Dat is ook de reden waarom het zo lang geduurd heeft dat ik nog een filmpje heb uitgebracht. In de toekomst gaan we daar wel wat verandering in brengen. Ik heb sowieso geen vast schema. Hè. Het is niet dat ik alle weken of alle twee weken een filmpje upload. Als ik tijd heb, dan krap ik in mijn werkhuis en dan maak ik een projectje. En dan probeer ik dat hier en daar wat te filmen. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk of interessant vond, geef mij een duimpje naar omhoog. Als je het niet leuk vond, geef mij een duimpje naar omlaag. Maar zeg me dan alsjeblieft waarom.